Hallo leuk en welkom dat je kijkt naar een nieuwe episode van Jeukvogel. Hebben jullie dat een beetje meegekregen van de clowns? De clowns. Dat ze met wapens rondlopen. Het is inmiddels echt een heel circus daar buiten op straat. En kinderen die vinden het fantastisch. Ik bedoel, die waren al jaren uitgekeken op die clowns met hun flauwe grappen. En nu is het eindelijk weer eens spectaculair. Niet uitgegleden over een bananenschil, maar over een kettingzaag. Maar ik vind het wel zielig voor Bassie. Kijk, clown Bassie is al jaren een goede vriend van mij. Lid van de grote Basclub. Er zitten heel veel bekende Nederlanders bij. Bijvoorbeeld ook Marco van Basten. Ik ken hem dus goed en hij heeft het er zwaar mee. Dus ik ga hem eens even bellen. Bassie? Hoi Bassie. Wat een naberichten over die clowns. Ja, dat is gewoon verschrikkelijk, Bas. Die clowns die de straat op gaan door de mensen te laten schrikken in plaats van te lachen. Natuurlijk werden vroeger ook wel eens kinderen bang van mij, maar dit slaat echt alles. Maar heb je er zelf ook last van? Ja, ik ga de straat niet meer op 's avonds. Ik ben wel goed, maar ik ben niet gek. Adriaan, neem maar de telefoon. Ben je zelf ook bang voor die clowns? Nee, ik ben bang dat de mensen denken dat ik hun echt iets aan wil doen. Terwijl jij dat nooit zou doen, toch? Nou, ik zeg nooit nooit. Maar mocht ik wel eens iets vervelends willen doen op straat, dan is de verrassing er nu wel af. Adriaan, ik ben aan de telefoon. Adriaan. Ja, maar jij bent geen gewone clown, hè? Jij bent Bassie. Jij bent de legende. Ja, ik vind het lief dat je het zegt. En het is ook wel zo. Maar toch word ik hier wel een beetje... Binnen niet ervan, hoor. Maar kan ik iets voor je doen, Bassie? Ja, zou je een oproep willen doen dat je kijkers proberen de clowns terug te pakken? En dat kan heel gemakkelijk. De meesten zijn niet zo heel slim, weet je. Heel anders dan Bassie. Dus als je die clown ziet... Dan kun je ze meestal gemakkelijk van achter besluipen en een slagroomtaart in hun gezicht doen. En dan hebben ze hun verdiende loon. Een slagroomtaart? Ja, zo'n echte, weet je wel. Niet zo'n clever hema-taart, maar een echte van de bakker. Hé, dan pak je ze zo mee. Adriaan, even stil nou, zit aan de telefoon. Dus als ik het goed begrijp, roep je nu iedereen op om 's avonds het huis uit te gaan met een slagroomtaart. Ja, niemand de deur uit zonder taart. Hé, draag vanaf nu altijd de taart bij je. Voor je eigen veiligheid. En het mooie is, als je nu geen enge horrorclown tegenkomt, heb je een mooie hele grote taart voor jezelf als je weer veilig thuis bent. Nou, ik vind het een heel goed idee, Bassie. Ik zal bij deze de oproep doen. Ja, dank je, Bassie. Je bent echt een dikke vriend. Je bent zelf dik. Ja, al die slagroomtaart die ik iedere avond overhoud, alles is voor Bassie. Nou, beste abonnees, het lijkt me duidelijk wat te doen. Koop vandaag nog een taart. En als je dan een clown tegenkomt, maak er dan een massale veldslagroomtaart van. Tot zover deze video. Vond je deze video nou leuk? Doe dan even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En ik heb hier nog een leuke video die je misschien nog niet gezien hebt. En hier nog een andere leuke video. Kijk ze vooral en deel deze video's via social media. WhatsApp, postduiven, postkraaien, jeukvogels... Werknieren en de hele reuter met uit. En dan zie ik jou graag een volgende keer bij een nieuwe episode van Jeukvogel. Jeukvogel.